Hey, hey. Ja, het overlegcomité is geëindigd. En ja, wat ik nu zeggen, zo het traject voor de komende maanden zo al gestippeld in. We gaan binnenkort wel redelijk ingrijpende veranderingen zien. Ja, de school gaat weer open, maar er verandert eigenlijk op dat vlak niet zoveel in vergelijking met voorpassen. Maar we gaan weer met 10 personen buiten mogen in groep. Pretparken gaan weer open gaan tegen het einde van april, had ik begrepen. Of begin mei, de 8e mei gaan cafés terrassen openen, of mogen terrassen, caféterrassen en waarschijnlijk restaurantterrassen open gaan. Ja, juist, ook de niet-medische contactberoepen. Wees ik de laatste weken van april dat ze ook weer mogen starten. En ze zijn van plan voor ook een aantal proefprojecten voor evenementen en dergelijke app te starten. Dus ja, dat is serieus voor de veranderingen. Het is alles onder voorbehoud. Het is de situatie nu verbeterd, duurzaam verbeterd. Toch kunnen ze dingen weer terug intrekken. Ja. Ah ja, en het de nachtklok zou ook sneuvelen. Dus er zit nu enkel een samenscholingsverbod nog zijn op dat vlak. Van middernacht. Dus het is redelijk wat, het is een redelijke motorram. Natuurlijk, de situatie in de ziekenhuizen nu is eigenlijk wel het slechtste sinds vermoedelijk januari of begin februari. Er liggen bijna 1000 mensen op intensieve zorg. En op dat vlak vind ik het zo een beetje raar. Maar oké, versoepeling, de hoop die terugkomt naar normaliteit, maar eigenlijk staan we er niet zo voor. Dus raar, 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 raar. Nu, ik ben nog altijd van mening dat hetgene wat er buiten gebeurt eigenlijk niet zoveel kwaad kan. Relatief weinig risico's met zich meebrengt. Maar eigenlijk, het virus is al meerdere keren bewezen dat het zich niet aantrekt van de meeste andere meningen. Dus wat niet van de mening. Dus ik weet het niet. Ik ben bezig te vinden dat het kan buiten, maar ik wat niet zeggen. Dus, het is nog veel te weinig geweten. Bon, vandaag zijn er ook jammer genoeg een hele hoop mensen weer overleden ten geval van corona. Vandaag onder de 63 bijgeteld. Dat wel als serieus is. Dus ja.
Dat is de situatie vandaag. Dat is een stuk meer dan de afgelopen weken. Gisteren woont het een stuk of 30. Dus compensatie dat hier. Bon. Mijn eerste jaar. Ik heb een beetje droom van een terugkeer naar de normaliteit. Hopelijk is het duurzaam. Dat is een grootste hoop, want hier had het. Oh wel, ja. Weet je, ik zou liever in de zomer in met relatieve vrijheid en dan de winter met heel weinig te doen, dan hebben we heel het jaar deuren niks. Dus ja, moment, alleen dat komt zeer. Bon, zeg mensen, merci voor de kijken. En ja, tot morgen. Hè.